hier nog even een stukje baan met het materiaal wat ik heb. Er zit van alles wel op. Dat komt dat ik, net zoals veel andere modelspoorders, gewoon verkeerd begonnen heb, ben en mij ja, leuk raak dingen gekocht heb waarvan ik dacht van, oh, dat is leuk. Ik zal even wat treinen voorbij laten rijden, te zien wat het assortiment is op het moment. Dat was mijn GP9 waar ik op het moment bezig ben met een Digitrax sound decoder. Op het moment ben ik bezig om daar het geluid van een echte opname van een GP9 in te zetten. Dat is een GP38 van E-Turn. Deze lok is voorzien van een Lock Sound 3.5 decoder. Vervuild met airbrush en wat poeders. En op het moment ben ik wel tevreden met de lok. Hij rijdt goed. Het nadeel is dat de wielen erg gauw vuil zijn, waardoor je problemen krijgt met stroomafname. Zoals eerder gezegd, begin ik te trainen met Decoder Pro van JMRI. Elke lok heeft zijn eigen regelaar. Je kan er zoveel aanmaken als je wil. Ik geloof dat de maximum op 99 ligt. Nou, dat kan je als mentor al helemaal niet meer bevatten. Vandaar dat ik er gewoon op het moment even drie locomotieven tegelijk kan rijden. En dan nu mijn laatste locomotief met geluid, dat is de stoomlop van de New York Central met geleende wagons van New Haven. Thank you.
Overigens is de decoder in de genoemde lok ook een Logsound 3.5 decoder. Het volume klinkt veel beter omdat er in de tender gewoon meer geluid is om een klankkast te vormen. De GP38 heeft wat aangaat heel weinig ruimte, waardoor het